De Gem Tower heeft sinds kort een nieuwe plek. Nationaal Park de Hoge Veluwe. Met zijn hypermoderne, kleurrijke verschijning valt de Green Energy Mill goed op. En dat wordt nog versterkt door het contrast met zijn buurman. Het historische, iconische jachthuis. Een 100 jaar oude toren die voor zijn tijd een hypermodern gebouw was. Vol technische hoogstandjes. Met de komst van de Gem Tower wil het Nationale Park de Hoge Veluwe het gesprek rondom duurzaamheid aanjagen. Er valt een bijzondere wandeling te maken van de ene naar de andere toren. De Tower to Tower Walk begint bij jachthuis Sint Hubertus. Het voormalige buitenverblijf van Anton en Helene Krullemuller. Dit is een fantastisch voorbeeld hier achter mij, waar allerlei nieuwe technieken in het gebouw zitten. Die de hele ontwikkeling van de technologie een stap verder brengen. En dat is eigenlijk wat we met de Gem Tower ook proberen. Dus om daar de wind- en zonnetechnieken te integreren in iets wat eruit ziet. Waardoor je het niet meteen ook ziet dat het zit. Dus die combinatie kunst, ontwerp en techniek, als die in elkaar vloeit, dat is ongelooflijk mooi, maar ook ontzettend belangrijk om het een stap verder te brengen. Iemand die het park goed kent is boswachter Henk Rüsseler. Hij laat een paar bijzondere plekken zien in het park die te maken hebben met duurzaamheid. Zoals bijvoorbeeld dit pompgebouw. We staan hier voor de watertoren, oftewel het pompgebouw. En vroeger stond hier een grote windmolen op, bedoeld om het water op te pompen voor de vijver bij het jachthuis. Dat ligt hier vlakbij. En de bedoeling was ook met die grote vijver dat dat majestueuze gebouw zich zou spiegelen in het water. En dat gebeurde. Men heeft vennetjes, natuurlijke vennen die hier aanwezig waren, heeft men willen verbinden. Maar bij de graafwerkzaamheden is die onderlatende laag verdwenen. Dus het water zakte weg. Vandaar dat hier een put gemaakt is met dit gebouw en dus die windmolen om het water op te pompen voor de vijver. Ook Gem Tower maakt gebruik van windenergie door middel van de 4 meter hoge windturbine bovenin. Door dit slim te combineren met zonnepanelen kan de Gem Tower vrijwel altijd energie leveren. Wat wij belangrijk vonden toen we de toren gingen ontwikkelen is dat we konden laten zien hoe energie geproduceerd wordt. En daardoor moest die opvallend zijn om vanaf achter de hekken van de festivals naar de voorkant terecht te komen. Dus om die reden hebben we hem gemaakt zoals hij nu eruit ziet. Om zoveel mogelijk energie op te wekken moet hij 20 meter hoog zijn. Dat was een grens om de windsnelheid te optimaliseren. En tegelijkertijd moet hij makkelijk te transporteren zijn en moet hij makkelijk in een container terug te vouwen zijn. En dat is de reden geweest waarom we op deze manier nu ontwikkeld hebben. Waar ook slim met energie om wordt gegaan, is het parkpaviljoen. Hier wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een warmtewisselaar en zonnepanelen. Dit gebouw, het parkpaviljoen, is duurzaam omdat het gesitueerd is op een manier waarop het in de zomer heel erg koel blijft en in de winter wordt opgewarmd door het zonlicht. Tegelijkertijd liggen er op het dak zonnepanelen en we maken gebruik van een warmtewisselaar. De Gem Tower en het parkpaviljoen samen is natuurlijk een bundeling van twee hele groene projecten en dat is natuurlijk heel erg mooi. Wat het park en de Gem Tower met elkaar gemeen hebben, is dat ze rekening houden met menselijk gebruik. Kun je aan de Gem Tower bijvoorbeeld je telefoon duurzaam opladen? Zo kun je in het park gebruik maken van witte fietsen en daarmee je footprint verkleinen. Wij zijn eigenlijk een fietspark bij uitstek. Binnen die 5400 hectare hebben we eigenlijk zoveel verschillende landschappen. Je kunt ons eigenlijk een museum van landschappen noemen. En dat kun je niet in een dag wandelen bekijken. Een ander mooi voorbeeld is het fenomeen scharrelkerstbomen. Een uniek project in Nederland. We staan hier bij een groverden. Dat is een inheemse houtsoort hier op het Nationale Park. In het kader van de biodiversiteit moet dit gebied open blijven. Vandaar dat wij ook jaarlijks met grote aantallen vrijwilligers al deze dennen wegzagen. En daarmee dien je eigenlijk twee zaken. De mensen hebben een prachtige kerstboom waarvan de naalden niet uitvallen. En tegelijkertijd helpen ze ons bij het beheer van dit open terrein. Het was van het begin af altijd de bedoeling dat het meer was als alleen maar het opwekken van duurzame energie. De bedoeling is dat we op een festival de bezoekers kunnen laten genieten van het festival. En tegelijkertijd kunnen laten zien dat het met duurzame energie kan. Dat er meer als één vorm van is. Dus dat er wind, zonne-energie bij betrokken is. En dat is ook het mooie waarom die, vind ik, nu hier staat. Omdat die hier heel erg mooi past in het park. En tegelijkertijd kunnen mensen hier fantastisch van het
natuur in het park genieten. En toch iets meekrijgen van de boodschap dat we met z'n allen op een andere manier met energie moeten omgaan. De Gem Tower en Nationaal Park de Hoge Veluwe laten zien dat een duurzame toekomst hand in hand kan gaan met wat wij als mensen graag doen.